Een hele goede avond, belegger. En zoals je hebt gezien, is het weer tijd voor een DGOC-update. Want net voor het weekend heeft DGOC bekendgemaakt dat ze weer een acquisitie gaan doen. Ze nemen een onderdeel over van Indigo Minerals LLC voor $135 miljoen bruto. En ja, als ze natuurlijk een acquisitie doen, dan moet ik daar wel een filmpje over maken. En het is natuurlijk positief nieuws, dus daar gaan we vandaag even naar kijken. Daarnaast hebben ze ook nog gelijk een trading update gegeven voor Q1 2021, dus daar zullen we ook gelijk een blik op werpen. Mocht je nu DGOC met mij willen bespreken, dan kan dat. Je kan lid worden van de nieuwsbrief en vervolgens kan je in de Discord komen en dan kan je DGOC met mij bespreken. En natuurlijk ook met andere serieuze beleggers die in DGOC beleggen. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, dan zie ik je daar graag terug. Zo, de acquisitie. Zoals ik net al zei, de purchase price van $135 miljoen. En de verwachting is dat het ongeveer $115 miljoen netto wordt. Niet zo heel duur, 2,9 keer de winst. Of winst, sorry, 2,9 keer de adjusted EBITDA. Hedged. En dat is nog voordat ze verwachten dat ze natuurlijk een aantal synergieën en kostenbesparingen gaan doorvoeren. Dus al met al een relatief gunstige prijs. Zeker als je bedenkt dat het meestal tussen de dat ze acquisities zoeken tussen de 2 en de 4 multiples voor adjusted EBITDA. Dus dat is op zich vrij positief. Goed, de 13% toename in de adjusted EBITDA kan zorgen voor 2 cent extra dividend. Maar een realistischere blik, of realistischere verwachting zou eigenlijk zijn dat het 7% gaat toenemen. Omdat de business gemiddeld tussen de 5 en 6% daalt. Dus we zouden 1 jaar 2 cent kunnen verwachten en daarna 1 cent. Zo zou je het in theorie kunnen zien. Maar laten we van het slechtste uitgaan. Dat betekent dat er 1 cent bij komt. Dat betekent op basis van deze acquisitie dat we 7% extra dividend krijgen. En dan bedoel ik niet dat het dividend yield met 7% toeneemt, maar de dividend yield van 9,5% is het volgens mij momenteel, die neemt met 7% toe. Dus dat gaat nu richting de 10%. Dat is in ieder geval mijn verwachting. Of ze besluiten het dividend te laten toenemen, dat is nog de vraag. Al met al is het sowieso positief natuurlijk voor de business. En zoals jullie weten, persoonlijk zie ik liever geen dividend toename, maar zie ik liever dat ze het geld gebruiken voor verdere acquisities. Wat ze in ieder geval nog wel doen, dus dat is positief. Goed, wat doet het met de productie? Die neemt ongeveer met 14 à 15% toe. Met 780 net operating wells. Dus dat is redelijk efficiënt. Ik had niet zo'n acquisitie verwacht. Maar deze acquisitie zie ik wel liever dan de acquisitie in combinatie met Oaktree Capital. Maar daar kom ik straks op. Goed, daarnaast nog de strategic entry into prolific gas producing Cotton Valley Haynesville area, oftewel een nieuwe regio. En nou goed, wat je hier leest is compatible with roll-up strategy, leveraging scale and geographic density to drive efficiencies. Heel erg zakelijk, maar dat bovenste zinnetje is veel interessanter. Provides a robust opportunity set for further acquisitions. En daarom dat ik hierbij heb aangegeven van hey, dit is mogelijk het begin van nieuwe acquisities. Dat is in ieder geval de verwachting die DGOC zelf heeft. Waarbij ik zelf verwacht dat het dit jaar dus acquisities in combinatie met Oaktree zullen volgen. Wat verder heel positief is, vind ik, is dat dit volledig gefinancierd wordt met schuld. Dus geen share dilution. Het is ongeveer 60% van wat ze kunnen lenen, dat wordt hier nu voor geleend. En de net debt to adjusted EBITDA die blijft gelijk. Dus dat is ook positief in mijn optiek. Ik zie dit soort acquisities liever omdat dit veel beter te anticiperen is en te voorspellen is wat het betekent voor de bestaande aandeelhouder richting de toekomst. Ik kan nu heel makkelijk zien, oké, 13% per jaar komt erbij. Dan er gaat dit jaar weer 6% vanaf. Dus 7% effectief. En goed, met van 205 miljoen
US dollar aan openstaande potentiële leningen gaat het 115e ervan af. Dus ze hebben nog ongeveer 90 miljoen over om alsnog een acquisitie te doen. Nou, dan kan je ongeveer, als je hier naar kijkt, ongeveer 10% verwachten. Dus dan zou je zo ook tussen de 16 en 17% groei uitkomen dit jaar. Effectief voor de bestaande aandeelhouders. Komt daar share dilution bij kijken, dan is het een stuk lastiger rekenen hoe wat dat voor de bestaande aandeelhouder betekent. Maar die 15, 16%, dat is wel wat we minimaal kunnen verwachten per jaar op basis van de financial model van TGOC. Nou, hè, dit is nog een pro forma acquisitie, dus het is nog niet zeker, maar ze geven aan dat ze verwachten dat het eind mei dit jaar geclosed wordt. Dus dat zouden we het over, nou, wat is het? Enkele weken zouden we meer moeten weten. En het zeker moeten weten. Dat is misschien nog wel het beste natuurlijk. Nou, wat betekent het nou effectief? Welke regio gaan ze heen? Nou, ze gaan naar Louisiana, Texas, Oklahoma, Arkansas. Niet met deze acquisitie. Er zitten nog veel lokaler, maar dit is de potentie van die hele regio. We gaan straks een afbeelding zien waarin we de potentie zien en dan wordt het allemaal ook wat duidelijker. Nou goed, wat staat er verder nog in? Similar size, geographical footprint, dus een beetje hetzelfde. Similar asset characteristics to Appalachia, nou ook ongeveer hetzelfde. Nou, industry supportive regulatory environments, goed. De regio's of de staten die zijn natuurlijk wat roder van kleur als je de namen ziet. Dat is natuurlijk positief voor olie en gas. Mijn verwachting is uiteindelijk dat het voor gas ook in een blauwe staat uiteindelijk relatief positief gaat zijn, in ieder geval voor DGOC en het businessmodel van DGOC. Al met al een hele positieve ontwikkeling. De executive summary. Hier staat eigenlijk nog een beetje waar we zojuist doorheen zijn gelopen. Dus de prijs, wanneer de closing date volgt, op welke manier gefinancierd wordt. Dus eerst met de RBL en daarna hopelijk met een andere gunstigere financiering. Maar goed, dat gaan ze nog regelen. Annual production, eigenlijk alles al wel een beetje hebben doorlopen, dat zie je hier in terug. Je ziet hier alleen net well counts 815. De producende wells die lagen rond de 700 nog wat. Exact nummer weet ik niet meer, maar dat betekent dat er een aantal wells zijn die nog niet operating zijn. Oh wacht, staat hier onder 780, dus 4% is nog niet of opereert niet. Dat zouden ze nog kunnen gaan regelen dat die wel gaan opereren, maar ik weet natuurlijk niet wat de inhoud is van zo'n wel, maar dat zullen zij wel weten. Wat het leukste is aan deze afbeelding vind ik, is dat je hier ziet de regio waarin ze actief zijn, DDOC momenteel. En als je gewoon eens ziet hoeveel wells ze daar hebben, nou dan gaat het over de 60.000 wells. Als je nu kijkt wat ze hier hebben aangeschaft, het is een flinke afstand, maar ze hebben maar een heel klein deel aangeschaft van de potentiële regio. En dat is eigenlijk het mooiste van deze acquisitie, vind ik. Het biedt gewoon echt een hoop potentie, zo zou je kunnen zeggen. En zoals ik al zei, belangrijkste punt: nieuwe regio, extra groeipotentie. Dat is denk ik wel het belangrijkste takeaway van deze overname. Een nadeel van een nieuwe regio is natuurlijk dat de synergies niet gelijk voor kostefficiëntie kunnen zorgen, want je hebt die synergies nog niet. Dus de verwachting die ik heb is dat de kosten wat meer gaan toenemen in de komende kwartalen als deze acquisitie zal lukken. Daartegenover is het nu ongeveer 13% van de productie. Nou, en dan heb je 13% met dus iets hogere kosten. Nou, dat zal niet een hele substantiële impact hebben op de business van DGOC. Dus ik verwacht dat de free cashflow om en nabij gelijk blijft. Nou, ik vind het positiefste. Het tweede positieve punt vind ik dat ze geen share dilution hebben gedaan. Hoewel ze altijd zullen zorgen dat bij een share dilution het ook nog gunstig is voor de bestaande aandeelhouders, heb ik toch liever acquisities zonder share dilution. En waarom? Nou goed, de reden heb ik al eerder in het filmpje aangegeven. Maar wat ik ook belangrijk vind is dat de groeipotentie voor de bestaande aandeelhouders, op het moment dat je share dilution toepast en je neemt al iets over, dan kan je dat later niet meer overnemen voor de bestaande aandeelhouders. Dus die groeipotentie die je uiteindelijk hebt, die neemt daarmee af. En natuurlijk door die Oaktree deal wordt dat wel wat gunstiger, maar desalniettemin zie ik het liefst geen shareholder dilution en zou ik liever zien dat ze
dat ze richting de obligatiemarkt gaan. Maar daar heb ik al een tijdje niks meer over gehoord. En dat is 1,5 jaar geleden dat ik daar voor het laatst van gehoord heb. Dus daar heb ik momenteel ook niet meer mijn verwachtingen op staan. Maar goed. Nou, wat ook nog belangrijk is en wat je hier niet kan uit op kan maken. Maar de Oaktree Capital acquisities die gaan nog volgen. Dat is natuurlijk wel waar Rusty constant naar heeft verwezen in eerdere besprekingen, meetings, earnings calls, noem maar op. En die gaan dus nog volgen. Dus op het moment dat die gaan volgen, nou, dan moeten ze minimaal een acquisitie doen van 250 miljoen dollar. Dat betekent dat ze 125 miljoen eigen liquiditeit gaan nodig hebben, minimaal. En dat hebben ze momenteel niet. Dat hebben ze niet beschikbaar als liquiditeit, ook niet als leningen. Dus dat betekent dat de shareholders dilution gaan volgen. Nou, is dat erg? In principe niet. Ik ben daarom extra blij met deze overname. Waarom? Omdat nu in ieder geval al een deel van de liquiditeit is gebruikt. Wat betekent dat de volgende overname gunstig moet gaan zijn, los van de lening die ze gaan krijgen, lening die ze erop afsluiten, voor bestaande aandeelhouders. Dus ze kunnen hierin moeilijker een illusie wekken dat het ook goed is voor bestaande aandeelhouders. Dus we gaan min of meer een zekerheidje krijgen dat dit goed gaat zijn voor ons. Tot slot, de Oaktree Capital acquisities die gaan volgen, die kunnen substantieel zijn in de nieuwe regio. We hebben al het bereik gezien. En goed, je kan ook nog wat dieper in de sheets duiken en dan zie je hoeveel wells er momenteel staan. Nou, dat is nog geen 1% wat ze nu hebben overgenomen, voor mij 0,5% of zo wat ze dan hebben. Dus daar zit enorm veel overnamepotentie in. En ja, als met het geld wat ze van Oaktree Capital kunnen gaan gebruiken, gaat gewoon enorm lucratief zijn, is mijn verwachting. Het is niet allemaal positief. In grote lijnen natuurlijk wel, maar ik wil toch even een risico benoemen. Hier worden de beide met elkaar vergeleken. En je ziet de grote lijnen, hey, het is allemaal hetzelfde. Je merkt dat de terminal decline 6% die is iets hoger dan bij het gemiddelde van Appalachia. Wat verder een risicootje is, of wat ik sowieso een risico vind, is de Deep Well Retirement Cost. Dat is gewoon een prijzig gebeuren om dat te laten, om die te pluggen. En je ziet dat het kost nog meer geld in de nieuwe regio, in de Cotton Valley Horizontal. Dat komt mede omdat dit gewoon ook diepere mijnen zijn. Dus er zal ook meer gas uit te pompen zijn, is mijn verwachting. Maar desalniettemin iets om je bewust van te zijn. Dus de balans die gaat iets meer opblazen. En de toekomstige kosten die ze gaan moeten gebruiken om die wells te retireren, die gaat niet meer evenredig toenemen zoals het verleden. Want die worden ietsjes, dus laten we zeggen met 5 à 10% gaat die toenemen. Niet enorm zorgwekkend. Ik heb nog steeds natuurlijk ruim mijn positie verdubbeld de afgelopen 2 maanden. Maar desalniettemin belangrijk om in ieder geval bewust van te zijn. En dan nu de trading update. Voordat het filmpje aan zijn einde komt. Belangrijkste, de net daily production. Altijd moeten we die in de gaten houden om te zien hoe die daalt. We weten dat die gaat dalen, maar gaat die harder dalen dan ze verwachten, dan is dat echt wel een flink risico. En hier zien we dat het met meer dan 1% is gedaald ten opzichte van Q4 2020. Q4 2020 was namelijk 103. Dit is 102, dus dat is net iets minder dan 1%. We willen dat deze tussen de 1 en de 1,5% per kwartaal zit. Dus dit is nog iets gunstiger dan we zouden verwachten. Een aandachtspunt is wel dat die unconventional design is iets duurder om te pluggen. Iets duurder is dan ook 3 keer zo duur. Dus dat is iets om rekening mee te houden. En daar hebben ze nu nog wel een flink deel van. Dus mochten we ooit dat gaan berekenen in de toekomst, dan heb ik het dus over 20, 30 jaar, dan moeten we dit wel daarin meenemen. Het zit sowieso in de balans verwerkt, hè, maar desalniettemin aandachtspuntje. Nou, verder nog belangrijk, de adjusted EBITDA hedged. Is 1 kwartaal, dus dat betekent dat het over de 300 miljoen zit. Wat ook de verwachting is. En dat betekent dat de cash margin 52% is. En ja, niet heel bijzonder, maar de hedge doet gewoon zijn werk. Prima toch? Ook belangrijk om wel de goede punten te blijven benoemen, natuurlijk. Wat me hier opviel is dat de kosten iets zijn toegenomen. Op alle vlakken.
De oorzaak daarvan is mij niet bekend, maar het is marginaal hoor. Het is 20 cent op basis van $7,5. Dus dat is nog geen 4%. Maar eentje die we niet. Dit willen we niet ieder kwartaal gaan zien. We willen dat die wel onder de $8 blijft. Om even iets te noemen. Want we willen dat die cash margin natuurlijk gewoon rond de 52 blijft zitten. Of nog gunstiger wordt. Wat me verder opviel is dat de available liquidity was 204 miljoen. Terwijl die eind Q4 2020 was die 210 miljoen. Kan zijn dat ze extra leningen hebben afgelost of zo. Maar de RBL is dat volgens mij. Maar het verbaasde mij. Ik had dat niet, ik had niet verwacht. En dat betekent dat met deze overname dat ze ongeveer 89 miljoen liquiditeit overhouden. Dus ze zouden nog wel wat kunnen overnemen zelfstandig. Maar mijn verwachting is dat ze het gaan gebruiken voor de combi-overname deal met Oaktree Capital. Nou, tot slot, dividendaankondiging. Niets geks, geen daling. Vind ik ook positief. Hè? Als de dividend niet daalt, wat je eigenlijk dus wel mag verwachten met dit soort type business, dat die uiteindelijk een keertje wat lager wordt, zien we dat deze gewoon nog steeds rond de 4 cent ligt. En dat die waarschijnlijk dus gaat stijgen naar aanleiding van de acquisitie. Vervolgens komt CEO Rusty Hudson natuurlijk nog met een comment. Nou goed, wat highlights die ik heb benoemd is: our strategic expansion into a new producing region turns vision to reality. Dus gewoon een leuk zinnetje dat je zegt van, weet je, hier waren ze al lang mee bezig, maar nu kunnen ze het realiseren. En de eerste stap is vaak het moeilijkste, dus ik ben benieuwd wat we de komende maanden slash jaren eigenlijk gaan zien. Wat natuurlijk ook nog een hele belangrijke, dat hebben we nog niet benoemd. Als ze die overname met die Oaktree Capital kunnen doen, dat betekent dat de market cap bijna verdubbelt. En dan zouden ze richting de US market kunnen. En als ze richting de US market, en dan bedoel ik de beurs, hè, als ze daar naartoe kunnen, dan kunnen ze extra liquiditeit, krijgen ze meer aandacht, kan die shareprijs ook weer omhoog. Goede catalyst, alleen ik weet nog niet wanneer die gaat gebeuren. Ik denk, mijn verwachting is ergens volgend jaar. The expansion also provides significant runway for us to replicate our success in Appalachia. Reducing unit expenses zie ik graag. Improving margins zie ik ook graag. En optimizing production, efficiëntie zien we allemaal heel graag, denk ik. Al met al, positief bericht. De rest van wat hij zegt is best wel hetzelfde wat je gewend zijn van Rusty Hudson. This first strategic acquisition outside of Appalachia also reflects our continued commitment to consistent asset to a consistent asset profile and valuation while affording us expanded value accretive roll-up opportunities in this new region that will enable us to quickly build scale and drive efficiencies. Lange zin, lange adem, maar enorm positief. En goed, ik ben enthousiast over deze acquisitie, over die GOC in het algemeen natuurlijk. Ik ben blij dat ik nou goed, 2 weken geleden nog flink wat kon kopen. Op de 112 was het volgens mij. En ja, ben benieuwd waar DGC gaat eindigen. Goed, heb je vragen? Wil je het hier met mij over hebben? Join de Discord, meld je aan voor de nieuwsbrief. Ik had het aan het begin al gezegd. En dan kan je daar gewoon alle vragen stellen. Heb je het liever niet? Comments. Natuurlijk ook gewoon een goede mogelijkheid. En ik kom zo snel mogelijk bij je terug. Dank voor jullie aandacht. En ik zie je graag in de volgende video.